nog één ding. Ik ben Koos van Egmond. Ik ben de collectiebeheerder van, in dit geval, van de collectie Porifera. Zijn sponsen. En sponsen zijn, wat we zeggen, filteraars. Dat zijn dieren die dus openingen hebben waar ze water doorheen filteren. Continu en waar ze de voedsel uithalen. Dat is spek, weet je wel. Nou, de inhuizing van de collectie Amsterdam, dat verloopt toch wel voorspoedig, vind ik. Omdat we krijgen het materiaal binnen in karretjes die genummerd zijn. Dus in principe kunnen we het zo gewoon wegzetten, in dit geval alfabetisch. En je ziet het, de laders zijn uitschuifbaar, dus je kan er ook heel makkelijk bij. Zijn we nu bezig met de letter S van de spons. Hè. En dan zetten we dit gewoon achter elkaar weg, de S. Maar ook alfabetisch, dus we zitten hier met een soortnaam die zeg maar met de B begint. En als er weer een met de C begint, dan zetten we het achter elkaar weg. Vroeger deden we dat naast elkaar, dus dan kreeg je de letter A, letter B, de letter C. Maar nu is het gewoon achter elkaar doorbouwen en dan is bijna net zo efficiënt. Alleen je moet even kijken waar de nieuwe letter begint, maar dat ga ik later aangeven op te rekken. Die moet gewoon. Die zet hem gewoon dwars, anders neemt hij te veel ruimte in. We hebben aan deze kant hebben we de zeesterren van Zet hem aan neergezet. Dat zijn verschillende groepen, zoals de zeeegels, brokkelsterren, haarsterren en de echte zeesterren. En die ruimte hebben we gecreëerd door hier het naturalis materiaal in te dikken. En wat hier stond, naar de overkant te verplaatsen. Zo hebben we dus ook wel twee gescheiden collecties, naturalis. En hier alles van het ZMA. En daar staat ook alfabetisch en dat is toch wel heel duidelijk. En alles is gewoon goed terug te vinden. Nou, volgens Dick hebben we er nog 16 te gaan. Nog 16, dan zijn de ZMA-spons ook weer gehuisvest. Dus dat zou mooi zijn.